Maar ik moet eerlijk bekennen dat gebruiksvriendelijk. Ik ben van een generatie die meestal wat bang is van nieuwe technologie, maar ik vond het ongelooflijk gebruiksvriendelijk. Ten tweede, als ecologisch voordeel. Meestal kwam ik naar het salon met pak en zak, met heel veel papier. Ik denk dat het systeem ook ecologisch heel positief is. En ten derde, voor wat betreft Sporting Anderlecht, ik heb gezien dat met deze kaart, we hebben 20.000 mensen, 25.000 die naar het stadion komen. En je hebt er 500.000 die in België supporter zijn van Anderlecht. Ik denk dat het systeem met de e-kaart ook een mogelijkheid is om die supporters te bereiken. Dus ik denk dat we gaan trachten van dat te implementeren in onze organisatie.